Hallo allemaal, we zijn vandaag weer in de Efteling. En ik heb er heel veel zin in, want dit is niet de normale Efteling, dit is winter Efteling. Dus het is extra magisch. Wat ik jullie wel wil laten zien, is dat het nu super rustig is. Maar dan ook echt, dat zijn de enige auto's die hier zijn. Voor de rest is er niks. Dat is toch cool? Maar ja, we gaan naar binnen. Hallo Pardoes. We hebben de kaartjes al uitgeprint. Even kijken hoor. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. En we zijn in de Efteling. Het blijft leuk. Oeh, een koets met paarden. Daar ga ik mee op de foto. We zijn aan het bouwen voor het nieuwe Pinocchio sprookje. Ik heb die musical gezien trouwens, de musical Pinocchio. En het is een leuke musical. Je zou denken, kindermusical. Nee, het is leuk voor jong en oud. Kijk dan, rustig. Zo rustig. We zijn nu bijna alleen. Het park voor onszelf. Op naar de baron. Okay. Dat was heel blij. Maar ik bedoel, als je dan een dag gedaan hebt waar je mee de dag het beste mee kan beginnen, dan zeg ik wel. Want ja, je wordt er wakker van. Toch? We zijn vorig jaar, aan het eind van het jaar, ook naar de Winter Efteling geweest. Dus ergens in december 2015. En toen was het ook rustig. Toen zijn we echt iets, konden we gewoon bij de boom gewoon blijven zitten, zeg maar. Maar toen was het drukker dan nu. Dus ik denk dat we een nieuw record gaan hebben. Toen zijn we iets van 12 keer achter elkaar in de baron. Ja, 12 keer of zo achter elkaar in de baron geweest. En dat record gaan we vandaag verbreken. Volgens mij zijn we wel heel vroeg. De rookmachine staat nog niet eens aan. Leuk. De laatste keer dat ik hier was, was de voorkant er nog. Dus nu liggen de tassen daar, zeg maar. Dus nu kan je weer goed mooi kijken naar de voorkant van de baron, zonder dat er allemaal tassen voor zitten. Wat wel een stuk nicer is. Vind ik. Maar ik denk dat jullie het ook wel mee eens zijn, toch? Kijk naar de rij. Dit is de rij. Rij 1. Nou, dit plekje kennen we nog goed van de vorige keer. En ik heb een idee. Ik heb net gekeken naar de andere treinen. Wacht, ik ga even buiten staan, is de geluid terug. Ik heb even gekeken naar de andere treinen net. En tot nu toe zijn alle treinen bijna leeg eruit gestuurd. Met alleen de voorste rij was bezet. En voor de rest was alles leeg. Dus we gaan de eerste rij in de eerste plek zitten. En daarna gewoon steeds op de andere twee rijen waar niemand zit. Zodat we sowieso... Sorry. Zodat we sowieso 20 keer zullen kijken. Wacht, kijk maar. Gaan. Let goed op hoeveel mensen er in de trein zitten. Kijk. Helemaal leeg, maar over de eerste rij. Dus, Let's go! Nou, deze plek kennen we. Even kijken waar het goed binnen alles. Hoogals? Hoogals, het is mijn eer. Als baron Gustav Hoogmoed te verwelkomen in Rijksmijn baron 1898. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompels. U wordt verzocht. Uw mijnlantaarn en helm in ontvangst te nemen. U bent verantwoordelijk voor mijn... een fortuinlijke opbrengst. Met mijn kathedraal van stapel, de schachttoren, daalt u af naar de ondergrondse schatkamers. En daar, in de diepste grochten verborgen, ligt het goud voor het geweten. Dit is mijn goud, dit is mijn goud. U zijt gewaarschuwd. Zeg u mij, hoe ver groot is dit? Is de eerste ploeg?
pensioen verhoogd de door. Opstellingen wij van nu ter voorbereiding op de afdaling. Oké, ik ga proberen nu eens een keer een scherper shot te hebben van het hele station. Kijk dan, niemand. Oh, we moeten er. Kijk, daar kunnen wij straks voor gaan zitten. Dus ik moet even een rondje wachten. Maar dan kan ik meteen een paar leuke shots maken vanaf hier. Die onderkant, hoe die uit elkaar gaat, dat vind ik zo cool. En dan moet je straks kijken naar hoe die dingetjes weer naar boven klappen. Ik vind het zo, zo cool. Oh, dat is toch een mooi station. Ik bedoel, nou, dus om jaloers op te zijn. Ja, en kijk naar het detail en dat soort dingen. Ik ben al zo vaak in de baron geweest en alsnog blijf ik hem mooi vinden. Oh, hij is daar nu. Hé, hey, wacht, hij draait. De vorige keer dat we hier waren konden we zo helemaal die baan zien onder water. Ah, ik had niet eens door dat hij alweer draaide. Nice. Kijk, dat zijn allemaal dummies. Het ziet er best wel grappig uit. Oh, kijk dat dan. En dit is dan de bouwplaats voor de nieuwe superdure attractie. Geen achterbaan. Symbolica. Ik heb van horen zeggen dat het echt heel mooi wordt. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat de Python gesloten is. Of die mensen die zijn living life on the edge. You never know. Nee. Maar wat zouden ze doen? Ze zijn aan het lassen. Dat ziet er cool uit. Oeh, rustig. Ik heb volgens mij nog meer personeel rond zien lopen dan gasten. Dat is zo cool. Ja, ik had gezien toen ik de kaartje bestelde van het wordt rustig vandaag. Dus ik dacht, het wordt wel een beetje rustiger. Dit is wel heel nice. Nou ja, laten we naar Joris en de Draak. Nou, het blijft een mooie baan naar Joris en de Draak. We zaten bij vuur, want ik denk dat vuur de betere kant is. Dus ik weet dat ik eentje leuker vind, maar ik weet niet meer welke van de tweede. Ik dacht vuur, maar het kon ook water zijn. Dat weet ik niet meer zeker. We zaten in vuur en we hebben gewonnen, dus oh yes. Als iemand het weet, ik denk dat het om de beurt gaat. Dus water, vuur moet winnen. Maar iemand anders heeft me gezegd dat de zwaarste wint. En nu wil ik weten wie... Protest, nu al. Als iemand weet wie er wint, leg het me dan alsjeblieft even uit. Ja, ik ga hem overkrijgen. Laten we pannenkoeken eten. Op je pannenkoek wil ik. Ik weet het nog niet. Ik spekkaas. Spekkaas. Dat klinkt lekker. Maar meer. Ik kan al die dingen bewegen. En die dingen bewegen. En dat bewegen. En oh, nee, dat zie ik niet. Ik wilde bijna al beginnen met eten zonder, maar ik heb me ingehouden en ik ga eerst even laten zien. Dit is mijn pannenkoek.
Ik heb een spek met ui genomen. Ik weet niet waarom, maar dat leek me heel lekker. Dus ja, ik ga nu even lekker eten. Tot zo. En we zitten in de Pater Morgana met een privéboot. Want er zit helemaal niemand achter ons. Wow. Bobslee. Oh, ik weet niet of ik hier wel op wil wachten hoor. Nul hele minuten. Maar kijk, hier heet hij Bob en daar heet hij Bobslee. Dat is niet echt. Niet echt. Er is geen continuïteit of zo. Nou, de Bob blijft altijd wel een beetje interessant voor je rug. Maar ik heb het overleefd. Ik moet op de foto. Nee, je moet op de foto, ja. Nabi, Jonas, ja, kom maar. Oeh, lekker warm. Ik denk dat die mensen boot aan het voeren zijn aan de vogels. Kijk dat. En we gaan naar de draaimolen. Of Carouselpaleis. Een van de spannendste attracties van het hele park. De draaimolen. Je zou maar een van deze medewerkers zijn en de hele dag op zo'n draaiend ding moeten staan. Ik heb best wel medelijden daarmee. Ik bedoel, kijk. Daar word je toch misselijk van? Zou je denken. Gelukkig aan mij. Let's go. Ik wil in een koets. Au, dat is hoger dan verwacht. Oeh. Ik zit in een koets. Die dingen zijn lekker. Dankjewel. Het smaakt lekker. Dankjewel. Ik ben gelukkig. Deze is de barbecue smaak. Die vind ik heel lekker. Maar zeezout lijkt ook lekker te zijn trouwens. Maar ik ga standaard voor barbecue, want dat is gewoon lekker. En nu gaan we naar de droomvlucht, maar eerst eten we dit ding op. Dus tot zo. Zo druk bij de droomvlucht ook gewoon. Ik voel hier. Oeh, heen hoor. Oh, die kijkers. Chocolademelk met heel veel slagroom. Dat maakt me blij. In mijn maat moeten maken. En dan heb ik ook een prinsessenjurk. En dan ben ik heel gelukkig. Sowieso. Nou, ik wilde jullie de ravelijnshow laten zien, maar die is gesloten. Nou, ik heb hem wel gezien en ik weet zeker dat jullie hem ook wel een keer hebben gezien. Leuke show, goede muziek. Aanrader. Op naar Villa Volta. Ik had nog nooit gezien dat die armen bewogen. Zie je? Zie je het? In de 18e eeuw trokken de... Nee, oké, okay, maar ik heb er nog eens in de rente. Zo eng. Gaat hij praten? Dan, dan, dan. Kijk, een hele grote groep prinsessen, wat leuk. Zullen we nu de vlammen iets groter maken door te zwaaien met onze armen? Misschien kunnen we ze allemaal wat maken. Ja. Dit is een soort aerobic. Oeh. Dat is een mooi gebied. Oeh, ik wil schaatsen. Kijk eens, drukte. Er zijn er gewoon letterlijk niemand voor ons staan. Rood. Oep. Ah, oh, dat heeft pijn. Hartelijk welkom in Germany. Woehoe, hoor je hoe goed mijn Duits is? Zoveel mensen. Ik vond dat hoofding als een beetje eng. Kijk het dan. Ik ben echt benieuwd naar hoe ze dat daar hebben opgekregen. Zeg maar. Ik zie het al helemaal voor je. Ah, nou ja.
op naar de vogelhok. Wauw. Nou, waar gaan we staan? Ik bedoel, we hebben alle keus. Ik wil achterin. Het is nu 5:00, dus we hebben nog een uurtje voor dat park sluit. En we hadden dit idee. We gaan eerst in Joris en de Draak, want we hebben daar vuur gedaan. Gaan we nu ook nog een keer water doen, dan is dat ook weer een keer in balans. En daarna gaan we naar de Baron en gaan we daarin blijven zitten totdat het sluit. En dan kijken hoeveel rondjes we achter elkaar konden blijven zitten. 12 rondjes hebben we gemaakt. Dus we hebben het record niet verbroken. We hebben precies hetzelfde als ons vorige record. Nou, maar ja, ze moesten ook op een gegeven moment sluiten. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. We gaan nu richting Aquanura. Ik ga proberen daar nog een beetje te filmen. En dan ga ik naar huis. Dus ik zeg alvast doei. Ik had een leuke dag. Ik hoop dat jullie ook met mij mee hebben genoten. En tot dan. Doei.